Hier gaat het om. Dit stuk duin. De havenmond in de verte en de visafslag inclusief de haven erachter. Het duin wordt deels afgegraven om er wandelpaden en een parkeergarage aan te leggen. Op de kop komt een 12 verdiepingen hoog hotel. Op het duin allerlei gebouwen die vooral met vis te maken hebben, inclusief horeca. En iets interactiefs rond vis, dat de Fish Experience wordt genoemd. De wethouder noemt het een historisch moment voor Scheveningen. Ja, voor het behoud van de visafslag, voor de bedrijven, echt Scheveningse bedrijven, die hier hun ondernemingen kunnen uitbreiden, is dit een hele grote, belangrijke stap. Want dat wil de gemeente graag. De haven moet haven blijven. Scheveningen zonder vis is geen Scheveningen. Maar aan de andere kant moet het toerisme ook worden gestimuleerd. Het Noordelijke Havenhoofd sluit natuurlijk heel erg mooi aan bij de nieuwe boulevard van Scheveningen. Dat zou ook een mooie beëindiging, afronding daarvan kunnen zijn. Is natuurlijk de entree van de eerste haven, de visserijhaven, maar de tweede haven ligt erachter. En dat is eigenlijk weer meer de toeristische haven. Dus die mix is juist heel erg sterk voor het concept. In totaal gaat het 100 miljoen euro kosten. Een belangrijke investeerder is United Fish Auctions, dat de visafslag op Scheveningen beheert. Het historische, monumentale gebouw is oud en gaat helemaal gerenoveerd worden. En er wordt haast meegemaakt. Nou, wat mij betreft gaan we volgend jaar beginnen met de renovatie en de nieuwbouw. En dat zou dan betekenen dat die afslag die zou dan ergens in 2019-20 is dat helemaal klaar. Maar het hele project op het Noordelijk Havenhoofd, ja, dat duurt natuurlijk nog een stukje langer. Inderdaad, dat wordt 2022 op z'n vroegst. Maar toch reden genoeg voor de ondertekenaars van de contracten om trots het glas te heffen.